iets? Maak ik al iets? Ja! Gevonden! Lekker, Joy! Ik loop hier dus met Joy en zij is een echte plastic speurhond. Joy ruikt het al van een afstand, hè? Raapt het op en helpt zo mee naar de schonere wereld. Daarom hebben Janouk en ik Joy gepromoveerd tot plastic bendeleider. En ze gaat vandaag met mij mee op plastic bendebezoek. Ja, kom, we gaan! Nummer 5. Hey Teddy! Hey Nick. Alles goed? Wat heb jij een mooi shirt aan? Dank je! Ik kom vandaag bij jou op bendebezoek. Gezellig! Wat voel jij allemaal in je schild? Daar ben ik heel benieuwd naar. En Joy ook! Oh Joy, nou kom hier, kom hier! Wat is dit? Een soort geheime hut. Een geheime hut? Zoiets. Kijk eens, je hebt zelfs licht! Ja. Ik pas er voor de helft in. Dus het is echt een plastic bende hol geworden. Er ontbreekt nog één ding. En dat is het plastic bende shirt. Ik heb hem hier voor jou. Kijk. Bam. Wil je die nu aandoen? Want je hebt nu ook... Kijk, laat even je shirt zien op de camera goed. Kijk dan, die heeft ze zelf gemaakt. Met het schabloon, hè, waar je schildpad mee kan tekenen. Teddy, wat voer jij allemaal in je schild? Nou, tot nu toe heb ik veel gekrijt. En vooral bij buren en vrienden langs gegaan om geld op te halen. Ja. En ik heb ook naar heel veel berichtjes gestuurd naar iedereen zo van... Doneer, doneer. Ja, ik kan wel echt zeggen dat ik hier met een echt professioneel bendelid ben. Je hebt een grot waar we onze geheime plannen kunnen bespreken, waar alles al klaar hangt. Je hebt al geld opgehaald en je hebt een masterplan om nog meer geld op te gaan halen. Ja, we willen hondenkoekjes gaan bakken. Gaan we hondenkoekjes bakken? Ja. Wat gaan we daarmee doen? Gaan we die zelf opeten? Nee, verkopen. Die gaan we verkopen? Ja. Boxen. Pas. Let's go. Licht uit. Ja. En ze heeft het shirt aan. Ja. Wat gaan we doen? Nou, we gaan dus hondenkoekjes bakken. En ik heb een recept opgezocht. Ja. En daarvoor hebben we nodig 150 gram tarwebloem. Ja. 60 gram havermout. Ja. 50 milliliter water. En een ei. Kijk eens. Oh, ja. Dit gaat goed hoor. Hatsaplatsa. Oh, een beetje schil erin. Juist. Oh, dit wordt wel wat hoor. Oh, ja. Rol deeg uit tot een dikte van een halve centimeter. Perfect. Ja, is die goed? Ja. Tijd om de vormpjes te gaan maken. En dan hebben wij... een hondenkoekje. Yes, een rauw hondenkoekje. Oh, alles wat... Alles wat we hebben laten vallen is aan het opeten. Gaat het? Ja. Leg de uitgestoken vormpjes op een bakplaat met bakpapier. Pak ze 20 tot 30 minuten in de oven. Tada, de koekjes zijn af. Volgens mij ruikt Joy al lekkere koekjes. Nee, hé, hey, niet doen. Vindt Joy het lekker? Joy, zit. Goed zo. En? Is het niet op? Nee. Is het niet heel heet? Ofwel, ze eten wel op. Joy, is hij goedgekeurd? Ja, hij is goedgekeurd. Oké, okay, goed gedaan. Lekker, we gaan de straat op. Weet jij een goede plek? Ja. Oké, okay, let's go. Het ruikt wel lekker. Mooi. Oh, wat ruikt dat lekker. Wie wil de koekjes? Hondenkoekjes te koop. Hondenkoekjes te koop. Teddy en ik zijn in het park. Hier lopen altijd heel veel honden, toch Teddy? We hebben de koekjes, we hebben een collectebus en als ze geen kleingeld bij zich hebben, dan kunnen ze doneren via een QR-code. En één koekje is 1 euro, toch? Ja. Ja, oké, okay, goed. Meneer, is die hond van u? Zeker. Wij zijn geld aan het ophalen voor de plastic soep. Ja. En we hebben net hondenkoekjes gebakken en wij zijn hondenkoekjes aan het verkopen. Wilt u misschien wat geld doneren? Ik wil graag geld doneren. Ja? Yes! Het is allemaal kleingeld wat ik heb. Nou, dit zijn zeker wel 3 koekjes, toch? Nee, 1 koekje mag hij. 1 koekje mag hij. Ja. Kijk, gaat netjes zitten. Ah, brave hond. Dankjewel, hè. Doei, doeg. Nee, dat ging goed. Ja. 5. Lekker. Zoek, Joy. Ga door. Nee, niet zwemmen. Ho. Mevrouw, mogen wij u misschien wat vragen? Ja, gaat u gaan. We halen geld op tegen de plastic bende. Voor de plastic bende. Voor de plastic bende.
En dus hebben we hondenkoekjes gebakken om te verkopen. En hoeveel kosten de hondenkoekjes? Hallo, krijg jij een koekje? Is dat voldoende voor jouw koekje? Nee, nee, niet voor jou, Joy. Ho, ho. 1,50 cent. Twee koekjes voor. Heb jij ze gebakken? Oh, ze zijn nog warm. Ja, ze zijn nog warm. Oh, kijk eens, Mia. Oh, dat is schattig. Ja, is weer gelukt. Hey, lieve Teddy, het gaat ontzettend goed. Ik ben ontzettend veel geld aan het ophalen. Ik wens jou heel veel succes. Joy, ik zou wel ook natuurlijk heel graag meedoen. Dus ik zou zeggen, ga vooral lekker door. Ik weet precies wat jij in je schild voert. Jongens, vinden jullie nou dit een hele goede actie? Like dan even deze video, abonneer op dit kanaal en doneer! High five! High five!